het is eigenlijk om het hele verhaal van die Cosmopolitan Chicken een beetje concreter ook te maken. En kijken of daar nieuwe dingen in kunnen liggen voor de wetenschap. En ik denk als die twee elkaar kunnen bevruchten, enerzijds misschien de realiteit van een onderzoek en anderzijds de fantasie, dat dat dingen kan samenbrengen om een nieuwe stap, een nieuwe evolutie te kunnen maken. Enerzijds heb je de toepassingen potentieel op de menselijke ziekten, om die beter te begrijpen, omdat de kip voor heel wat belangrijke menselijke ziekten een goed model is. Maar anderzijds heb je heel de vraag rond diversiteit tussen de menselijke bevolkingsgroepen en de diversiteit tussen al die kippen, waar de kip een mooi model zou kunnen zijn van wat er met het genoom, met het DNA van de mens op termijn zou kunnen gebeuren en wat daar de consequenties zouden van zijn. Dus je kunt er verschillende richtingen mee uitgaan, dat maakt het ook boeiend, dat project. Ik ben eigenlijk gecontacteerd door Bruno Goderis, een collega van mij van hetzelfde departement bij de bio-ingenieurs. En hij was gecontacteerd door Jean-Jacques Cassiman. Dus Koen van Mechelen heeft voor dit project eigenlijk samenwerking met Jean-Jacques Cassiman gezocht. Die zei, ja, ik ken wel veel van erfelijkheid, maar niet zoveel van kippen. Bruno Goderis kent heel veel van kippen en ik werk op hetzelfde departement en werk eigenlijk op erfelijkheid van huisdieren. En via die weg ben ik erbij betrokken. En er waren verschillende punten waar het zeer interessant zou kunnen zijn. Bijvoorbeeld omdat Koen dus continu kruisingen maakt. En wat wij heel dikwijls doen is continu intelen, juist het tegenovergestelde. En we waren dus wel interessant. Het zou interessant zijn als we dus konden vergelijken wat het verschil genetisch op het einde zou geven. Is zijn Cosmopolitan Chicken echt waar een superbastaard? En die konden we dus vergelijken met onze ingeteelde rassen of met eventueel wilde rassen die nog te vinden zijn. Ik ben 12 jaar aan het kruisen. Ik heb 12 jaar geen enkel beroep gedaan op de maatschappij. Er staat al iets neer dat 11 generaties kippenkruisen in zich houdt. En ik denk, als we dan vandaag de dag geconfronteerd worden met ernstige wetenschappers, zoals een professor Cassiman, ik denk een wereldautoriteit op het gebied van genetica, als die zich er wilt achterzetten en hij zelf ook vindt dat dit een project is dat uniek is in de wereld, niet alleen in kunst, maar ook voor wetenschap, ja, denk ik dat de maatschappij daar wel in kan investeren. Dit is precies een project dat weer over de grenzen van de expertise gaat, voor wat de wetenschap betreft. En dan heb je de dimensie kunst uiteraard, die nog een heel andere dimensie is. En dat maakt weer het aantrekkelijke van het hele project, dat je echt interdisciplinair gaat werken. Er is duidelijk meer nood, omdat er heel wat projecten op de grens liggen tussen twee expertisen. En dan spreek ik over fundamentele projecten, waar je zowel de fysica als de scheikunde als de biologie bij betrekt. Omdat die grenzen vervagen en die expertises zijn complementair. En dus die grens moet weg als je echt goed fundamenteel onderzoek kunt doen. Net als zoals je toegepast onderzoek gaat doen, moeten die grenzen in heel wat onderzoek ook verdwijnen, omdat anders je resultaten veel minder goed zullen zijn. Ik denk dat zowel wetenschappers als kunstenaars proberen de grens te verleggen. Dat is één. En ook handelen uit nieuwsgierigheid. Maar er is een enorme spanning tussen de twee. De wetenschap werkt met heel strikte regels, is een systeem waar je ook moet beantwoorden aan heel specifieke wetten. En de kunstenaar is totaal vrij. En ik denk als ik authentiek blijf als kunstenaar en de wetenschapper authentiek als wetenschapper, dat je kunst en wetenschap kunt samensmelten en dat daar nieuwe dingen kunnen uit ontstaan. Want Einstein heeft ooit gezegd, is het mijn fantasie of is het mijn kennis dat mij zover gebracht heeft? Hij zelf wist het antwoord niet.